Ik ben Demi, ik ben 27 jaar en ik kom nu anderhalf jaar in CLC. Eigenlijk begint mijn verhaal eigenlijk al vanaf dat ik denk een kind ben of dat ik me kan herinneren. Ik heb mijn hele leven eigenlijk altijd wel geloofd in God. Ik zat op een katholieke school en eigenlijk alles wat ze vertelden was voor mij gewoon normaal en waar. Mijn ouders hebben wel gelijk gezegd van... Jij mag voor jezelf bepalen wat jij gelooft. En ik heb toen al heel snel voor mezelf zoiets gehad van... nou ja, ik geloof dat God bestaat. Maar goed, ik zat toen op de basisschool. En ik ging niet naar de kerk, ik las niet de Bijbel. Ik kreeg er geen les in. Dus ja, voor hoeveel kan je dat ook echt daadwerkelijk kiezen? Zo ging dat eigenlijk mijn hele leven door. Ook op de middelbare school. Dat als ik een proefwerk had of iets... dat ik dan zei van, God, als u bestaat... help me dan alsjeblieft om dit proefwerk te halen. En dan lukte het en dan dacht ik weer, oké, het zal. En dan had ik überhaupt vergeten dat ik het had gevraagd. Op een gegeven moment kreeg ik een relatie met Vincent en hadden we het er wel eens over. En hij zei eigenlijk heel stellig van, ja, ik ging vroeger wel naar de kerk, maar God bestaat gewoon niet. Als je dood bent, ben je dood. Hij zei wel altijd, alle principes van de kerk zijn goed. Ik geloofde niet zozeer hetzelfde, maar ik besloot om er niet veel meer over na te denken, want het maakte me soms ook een beetje angstig. Tot ik op een gegeven moment een keer, denk ik 3 jaar geleden nu, op werk zat. En een verhaal las van een man die vertelde dat hij dood was geweest, klinisch. En dat hij naar de hemel was gegaan, Jezus had ontmoet. En die man die geloofde helemaal niet. En toen hij weer tot leven kwam, zeg maar, geloofde hij wel. En het verhaal op zich was niet hetgene wat het deed, maar meer het gevoel in mij. Ik voelde echt zo'n verliefd gevoel. En ik ben iemand die als ik films kijk of boeken lees, kan ik echt me daarin inleven. Maar verliefd voelen, dat heb ik niet. En dat had ik toen echt wel. Toen ben ik met Vincent gaan praten. En die zei van, je moet met mijn moeder gaan praten. Dus dat ben ik gaan doen. En die kwam bij een Alpha-cursus. Nou, er is wat tijd overheen gegaan voordat we die zijn gaan doen. Dus ik ging elke keer met mijn schoonmoeder samen die cursus doen. En als ik dan thuis kwam, dan ging ik met Vincent daar ook over praten. En op het derde filmpje volgens mij hebben ze het over dat iedereen een deur in zichzelf heeft. Waar Jezus voor staat. Die van jouw kant open moet zetten. En toen ik dat filmpje zag, heb ik gelijk in mezelf gezegd van, oké, als dat het is, dan zet ik hem open. En die avond praat ik met Vinder over en heeft hij dat dus ook gedaan. En op dat moment sprak God tot ons. En die zondag gingen we ook gelijk naar de kerk. Dat was de kerk van mijn schoonouders. En een week later waren we hier zo. En sindsdien zijn we niet meer weggegaan. Het grappige is dat ik echt pas een jaar later, toen ik voor school met een opdracht bezig was, met Vinder over had. En we pas wisten dat we op dezelfde avond ons hart hebben opengezet. Maar ja, dat verandert niks aan dat toen God tot ons sprak en hoe mooi het is geweest sindsdien. En ik besef me ook heel goed dat er echt een verschil is tussen geloven dat God bestaat en weten dat God bestaat. Want mijn hele leven geloofde ik wel dat God bestond. Maar sinds anderhalf jaar weet ik zeker dat God bestaat. En daardoor kan ik ook echt hem vertrouwen met mijn leven. Weet je, geef je gewoon over en vertrouw je gewoon op hem. Want alles wordt alleen maar beter en alles komt alleen maar goed.